Hey, mijn naam is Lars en vandaag gaan we testen of dat ik, je ziet mijn koppie, 100 matches kan krijgen in 24 uur. Voordat we beginnen, vergeet niet te abonneren met dat belletje aan en een blauw duimpje achter te laten. Voordat ik ben begonnen met opnemen, heb ik heel eventjes mijn Tinder profiel weer even aangepast. Gewoon even wat smooth dingetjes, smooth zinnetjes als ik moest eerst mezelf ontdekken en ben nu op zoek naar iemand die dat sterkt. Oftewel, neuken. En omdat ik natuurlijk wel echt wil proberen om die 100 matches te halen in 24 uur, heb ik gewoon de leeftijd heel breed staan. Mijn afstand staat heel breed. Voor de mensen die trouwens nooit op Tinder zitten, je kan je leeftijd instellen van de mensen die je wilt zien. En de afstand waar dat die mensen moeten zijn. En ik heb Tinder Gold. En dat is allemaal voor de video, want ik sluit het zo meteen waarschijnlijk meteen weer af en dan heb ik het gewoon 1 maand. Maar toch wel een keer lachen om mee te maken hoe dat dan precies gaat. Oké, ik zal heel even... Oh, wat trouwens ook tof is, ik ben instant geverifieerd. Want normaal kan dat best wel even duren voordat je geverifieerd wordt op Tinder. Maar ze hebben dat nu instant gedaan. Ik zal heel even een screenshot in beeld zetten van mijn profiel, van mijn foto's. Oh, volgens mij heb ik er al een screenshot van gemaakt. Ja, de foto's die ik gebruik heb ik er al een screenshot van gemaakt. En ik heb gewoon een redelijk normale tekst over dat ik dagelijks naar de sportschool ga. Dat ik zoveel mogelijk aan mijn dag wil halen. Dieren heel tof vind, maar wel allergisch ben. En dat mijn baard een stukje korter is. Want ik had nog niet echt recente foto's met mijn baard op deze manier. Reed mijn baard in de comments alsjeblieft. Want ik ben best wel blij dat die korter is. Nu heb ik een beetje gewoon een normale baard. In plaats van zo'n vikingbaard. Ook een keer leuk. Na veel te lang een vikingbaard gehad te hebben. Ja, aangezien dit een 24 uur video is, ga ik maar gewoon nu swipen. Ik krijg wel instant al een leuke meid te zien. Julia, 18 jaar. Wat doet ze? Eigenlijk is mijn moeder op zoek naar een schoonzoon. Kan ik best wel zijn, Julia. Ik heb normaal heb ik hem altijd vanaf 21 of 22 of zo staan. Dus normaal zie ik Julia niet voorbij komen, maar alles voor die matches. Oké, ik ga even gewoon nu random nog even wat swipen. En mocht daar iets uitkomen, lachen. Zo niet, dan ga ik gewoon swipen de rest van de 24 uur. Dan zie ik jullie na 24 uur weer. Maar we gaan kijken of dat we nu al meteen iets krijgen. Want Tinder Gold, we hebben wel Tinder Gold, hè? Ja, dat dacht ik ook, ja. Oh ja, de planning. Ik weet eigenlijk niet eens waarom ik überhaupt nog naar de foto's kijk. Want we gaan voor kwantiteit. We gaan niet meer voor kwaliteit, we gaan voor kwantiteit. Klinkt echt heel treurig trouwens. Maar we gaan het wel doen. We gaan het wel doen. Het is niet dat ik niet treurig ben sowieso hoor. Dus daar hoeven we ons niet heel druk over te maken. Maar ik ga gewoon swipen. Het maakt ook allemaal niet meer uit. Ik hoef eigenlijk ook niet te kijken. Ik kan gewoon swipen en in de camera kijken. Hier. Zie je die chicks gaan? Ik wil wel hun privacy voor de 100 mensen die deze video bekijken. Ik wil wel dat de privacy van... Wow. Ik krijg wel ineens... Een erectie. Ik heb een nieuwe match. Ik heb daadwerkelijk een match. Ik weet niet of dit kan. Gabi van 28 in Toronto. Dit klinkt als een advertentie. Oh. Ik tel hem mee. Ik zei kwantiteit. Maar ik zie wel echt superveel leuke meiden voorbij komen. What the fuck? Wat slaat dit nou weer op? Die zijn allemaal jonger of zo. Dan waar ik hem altijd op heb gezet, denk ik. Dan ben ik wel benieuwd. Met Tinder Gold kom je toch ook bovenaan en zo. Of is dat nou gekheid? Hoe is jullie dag vandaag? Oké, ja. Ik ga nog even goed kwartiertje even gewoon swipen. En dan spreek ik jullie weer over 24 uur. Uur is voorbij. Ik heb de premium functies van Tinder gebruikt. Normaal gesproken, als ik op Tinder zit, dan kun je ook zien van, oh, mensen hebben jou geliked. Koop deze premium functie en dan kun je zien wie jou geliked heeft. Dat is echt helemaal top natuurlijk. Dus ik was benieuwd, wie zijn altijd dan die mensen die mij liken? Voor jullie vormgeving. Ik heb pittig veel geswiped. Zelfs letterlijk nu, denk ik. Misschien kan ik nog even een paar mensen erbij krijgen. Wat eigenlijk natuurlijk niet meer uitmaakt, want 100. Ik had allemaal 100 nodig. Maar, waar wilde ik eigenlijk nou naartoe? Oh ja, ik had op een gegeven moment... Ik zat tussen de 18 jaar en
25 volgens mij had ik hem gezet. En op een radius van 30 kilometer. Dus dat is redelijk oké. Ik had iedereen geswiped binnen 30 kilometer. Dat is me nog nooit gebeurd. In ieder geval niet in de afgelopen 2 jaar. Wat ik overigens nog ben vergeten te zeggen, had ik misschien eerder in de video moeten zetten. Als ik deze challenge namelijk niet haal, dan moet ik helaas Chris onthoofden. Dat doe ik met pijn in mijn hart, maar ook een beetje met de reden dat Chris mij altijd laat schrikken in mijn eigen huis. Want er staat altijd een fucking groot kartonnen persoon in je woonkamer. Dan is het nu tijd voor waarheid. Het aantal matches wat ik heb gehaald in 24 uur met gebruik van Tinder Gold is 1. Doet dit me pijn in mijn hart. Eén match dus. Het doel was 100. Niet gelukt. En het mooiste is, de match die ik heb, we hadden het al gezegd, is Gabi. Uit Toronto van 28. Wat niet in mijn filtering staat. De vliegticket is al geboekt. Ik heb haar vliegticket betaald om hier naartoe te komen vanuit Toronto. Ja, wel top. Eindresultaat. Tinder Gold in combinatie met gewoon alles naar rechts swipen heeft mij minder opgeleverd dan geen Tinder Gold. En gewoon keuzes maken over wie je wel leuk vindt. Misschien zit er nog een wijze les in. Misschien ook niet. Misschien was het gewoon een doel om van Tor af te komen in mijn huiskamer. We zullen het nooit weten. Was het een wijze les of was het simpelweg om dit joch uit mijn huis te krijgen? Mensen, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie weer in de volgende video. Ik ga even uitjanken.